Hey, goedemorgen Patrick. Goedemorgen. Ik ben Erik, ik ben lijnbuschauffeur bij Multiobus. Wij werken in opdracht van De Lijn. Als wij 's ochtends beginnen met onze dagtaak, of 's middags of 's avonds natuurlijk, dan gaan we eerst en vooral ons inloggen. Ons ontvangstenboek klaarmaken, ons ritorderblad nemen, kijken naar de omleidingen en dan zijn we klaar. Goed. Ciao hè. Morgen. Bye bye. We rijden naar onze vertrekhalte waar dat wij onze dienst gaan aanvangen. Mijn naam is Reuben, ik ben 4 jaar buschauffeur bij Multibus en ik ben daar autocarchauffeur. Autocarchauffeur, dat is eigenlijk dat je van punt A naar punt B rijdt met je groep. Buitenlandse reizen, binnenlandse reizen, pendelreizen, noem maar op, komt allemaal aan bod. Voor deze job moet je eigenlijk klantgericht zijn, heel vriendelijk. Je moet meertalig zijn, Nederlands, Frans, Engels, Duits. Wegen het kennis hebben, dat is natuurlijk ook wel een zeer belangrijk iets. Flexibiliteit is het belangrijkste eigenlijk. Ze moeten ons kunnen inzetten op elk uur van de dag. Daarentegen, natuurlijk voor dat te compenseren, hebben we dus ook vrije dagen in de week die je zelf mocht kiezen. Het kan zijn dat je om 3 uur 's nachts vertrekt, kan zijn dat je om 8 uur 's morgens vertrekt, kan zijn dat je om 15 uur in de middag vertrekt. Je moet heel flexibel zijn voor deze job te doen. Dat is van toen ik klein was, voor de eerste keer dat ik met de bus op vakantie ging met mijn ouders, toen heb ik gezegd van deze job doe ik later ook. Het leukste aan deze job vind ik eigenlijk het contact met je klanten dat je hebt. En ook, ja, je ziet een beetje van de wereld. Dat maakt het heel leuk. Wij doen nooit dezelfde rit. Er is altijd een geweldige diversiteit van wegen en netwerken enzovoort. En om het dan echt spannend te maken, hebben we natuurlijk onze dagelijkse omleidingen. Dat moet je erbij nemen. Hier in België staat je meer stil dan dat je vlot kunt doorrijden. En als er dan ongevallen gebeuren, ja, dan heb je zeker grote portie geduld nodig. Zelfs als we toekomen, zetten de mensen af en dan ja, is het wachten. Hè. Dit is niet lang, dat is misschien 2-3 uur. Dat is niet zo lang, maar soms staat je wel 9 uur stil. Dat is wel lang, maar dan probeer ik wel te gaan wandelen en mezelf te amuseren. Dank u, merci. Ja, goedemiddag, dank u. Goedemiddag, dank u. Van het ogenblik dat je graag met de bus rijdt, dat je klantvriendelijk bent, dat je graag met mensen omgaat, dan ben je geschikt voor deze job. Het rijden op zich, elke dag opnieuw, dat is gewoon spannend. Dat is, ja, tot op de dag van vandaag nog altijd heel geweldig om te doen. Je bent een beetje een eigen baas. Je rijdt met busje buiten, je doet je job correct, maar je bent je eigen baas. Ik doe het al 10 jaar, ik doe het nog altijd even graag als de eerste dag toen ik begon. Goed gereden. Merci, straks. Voor mij is dit zeker mijn droomjob. Het is de beste van allemaal. Voilà, straks hè.